Meter, okay, we go. 150, okay. Oh, it sounds good. Well, we'll see. I'm very good. I like Ajax, you know? You go to hotel. Please take us to hotel. Please. 150, okay, so. Listen, listen. We stay already in Shanghai for 5 days. Oh, five days. Okay. Yes, and we went to here 10 minutes ago for 50. Yeah. And now we want to test you and see how much you charge me. True? So, you trick the tourists. You trick tourists. True? Okay. Bye-bye. Dus als je aankomt in Shanghai, altijd eisen dat de meter aangaat. Al is dat op deze plek vrijwel onmogelijk. Maar dure taxis zijn kruimelwerk bij wat je als toerist in het centrum kan overkomen. Dit is Auke uit Rotterdam. Hij was 2 jaar geleden in Shanghai en liep in een val van een geslepen oplichtersbende. Ook hij werd slachtoffer op de befaamde Nanjing Road. In het hotel waar ik verbleef ben ik op een gegeven moment een half uurtje naar buiten gegaan. En op straat voor het hotel werd ik direct aangesproken door een Chinese dame. Of ik mee wilde gaan naar de mooie lounge naast het hotel. Nou, dat heb ik toen gedaan. En zo begon voor Auke een hachelijk avontuur. Want de dame die hem aansprak had duistere bijbedoelingen. Auke verbleef in het Sofitel midden op Nanjing Road. Ook ik ga hier wat rondlopen, in de hoop dat een aardige dame me aanspreekt. Hi, where are you going? To the hotel. Where? Park. Huh? Park Hotel, why? Where are you from? Holland. What's your name? Kees. What's your name? Kees. Kees. I think I also have a Kees. What's your name? Lily. Lily? Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. How long you come to Shanghai? Yesterday. Oh, just yesterday and the first time? Yes, first time. Binnen een minuut heeft ze alle belangrijke vragen gesteld. Ik ben net in Shanghai en reis alleen. De perfecte prooi. I want to find somewhere to lunch. Not lunch, to dinner. You want to go to dinner? Yeah, because I'm hungry. So if not on my weekend together. Huh? We together. We're together. Yeah? We gotta go to lunch. You want to go to lunch together? Yeah. I can eat the noodle and rice something. No, we can share, no problem. I pay myself, you pay yourself. Yes? Okay, so you're handsome. Really? I like your hair. Beautiful. You're making a pass on me. What? What? Dit is niet helemaal hetzelfde verhaal als Auke uit Rotterdam. Deze dame wil niet naar een loungebar, maar naar een restaurant. En toch zegt een stemmetje me dat hier meer achter steekt. Vooral omdat het verhaal toch erg veel gelijkenissen vertoont met dat van Auke. En omdat het zich in een straal van 100 meter van deze plek moet hebben afgespeeld. Pal naast het Sofitel. You've been here before? No, we're here running, is it? Ik ben meegegaan en ik zag daar aan de linkerkant na de lift 2 portiers staan. Chinese portiers in witte pakken. Links een grote bar. Hallo. Hallo, niao. Ja, wat muziek aan. En toen zeiden ze, ja goed, ga maar lekker hier in deze kamer zitten. En wat wil je drinken? Dan doe mij maar een biertje. We zijn nu op de 8e etage met alleen een lift. Als mij hier hetzelfde wacht als Auke, is het lastig vluchten. Dan loodste me mee naar een apart gedeelte. Ze kent hier wel erg goed de weg voor iemand die hier niet vandaan komt en hier nog nooit is geweest. Ik neem een kopje koffie. We zitten hier. Yes? Oh, American coffee. Ah, oh, nee, kwamen er eigenlijk binnen 1 minuut 2 obers aanlopen. Met servetten over hun armen heen. Met grote schalen. Met allerlei, ja, wat het zou zijn, dat weet ik niet meer. Maar met allerlei versnaperingen. Lekkernijen en allemaal whiskies en dingen. En 4 vrouwen die in 1 keer om me heen gingen zitten. Op mijn schoot en dergelijke. Nou, ik denk dat binnen een minuut was dat. En dat wilde ik niet. Je had gewoon bier besteld? Ik had gewoon bier besteld en ik wilde gewoon een lekker biertje drinken. Voor mij geen dames van plezier. Maar wel binnen een mum van tijd een schaal niet besteld fruit. En dan doet deze Lily iets dat we eerder hebben gezien. Een fotootje voor haar bestand met slachtoffers. Zodat ik niet nog een keer word aangesproken nadat ik ben opgelicht. Zie?
Mijn Lily maakt steeds meer avances. You have a good body. Thank you. Really? En dat is niet omdat ze verliefd op me is, maar om me af te leiden van wat er intussen allemaal op tafel wordt gezet. What is this? Red one, give you one. First time we meet. Collega's Marco en Marijke zitten in het openbare gedeelte van het restaurant en kunnen hem hier niet zien. Nee, ik zit helemaal achterin in de zaak. Heb je van die cabines waar je in kunt zitten? Dan zit ik in zo'n hok. Nee, niet echt een. No. Ze komen met eten aan. Wow. What is this? The barbecue. Eat only one. This. Oh. But we didn't order this. I ordered. Oh, wacht even. Oké, blijf maar hier binnen zitten. Ik gil wel als het misgaat. Eat away together, little. Only little. But I'm not so hungry. Everything together. Fruit, coffee, wine. Yeah, Chinese. Tea, style. Cola. Yeah, Chinese style. Everything together. That's this is Chinese. Chinese, yeah. You can be different. Yes, very different. I'm not so hungry. It's early, too early to eat. You're beautiful. Well, I'm not looking for a girlfriend here. Yeah, make a friend. Just talk. Yeah. Toen kwam de rekening. Nou ja, de licht ging aan. En in één keer stonden er, denk ik, nou, 6 Chinezen in een kleine kamer. Een redelijk kleine kamer, vond ik. En die hielden de deur dicht met een rekening. Er kwam dus natuurlijk een discussie. Met een rekening van, ik dacht, $1,800. Nou, $1,800 dacht ik dat het was. Of ik dat even wilde betalen. En als ik de rekening krijg, geen legertje van obers om me onder druk te zetten. Ik ben blijkbaar slachtoffer van een light variant. Maar samenspannen doen ze wel degelijk. Want hier laat Lily heel even haar masker vallen. Ik vroeg alleen koffie. En ze weet dat ik nu ga schrikken. 1,400. I don't have this. Credit card, right? No credit card. You don't have a credit card? No. I don't in the hotel. You have a visa. Huh? Visa card. No, I don't have a Visa card in me, with me. This is too much. This is euro. 1,400. How much euro? It's 200 euro. For only this? Dat is inderdaad belachelijk. Maar veel minder dan de $1,800 die slachtoffer Auke uit Rotterdam moest neertellen. Show me, show me. One glass. It's the most expensive wine I've ever seen. But it's €22 for one wine. This is a trick. You know trick? I don't know. It's a trick. What is trick? I don't know. It's you cheat the tourists. No. Okay, pay. We go. You said we pay half. I pay half. Oh, no, I don't know how much I have, okay? I think you work here. Uiteindelijk kwam Auke er toch genadig vanaf. Ja, toen heb ik hem die $100 gegeven. En you don't got more, you don't got more. Ik zeg, nou ja, ik heb niks meer. Ik zeg, maar ik heb wel wat in het hotel. Maar ik was heel blij dat ze me niet hebben gefouilleerd. Want ik had natuurlijk mijn paspoort in mijn moneybelt. En al mijn creditcards en mijn pinpassen, die had ik allemaal bij me. Zei ik, nou, ik heb in het hotel, zit hiernaast. Oh ja, ik zeg, hier heb ik mijn sleutel, kijk, zie je het hotel? Oh, oké. Zei, nou ja, oké, is goed. Bijna binnen. En dus toen liep hij ook inderdaad mee met mij. Maar toen ben ik gelijk naar de receptie gerend. En dat zag hij en toen is hij gelijk verdwenen. Ik kan nu 2 dingen doen. Met zo'nzelfde soort spoes wegvluchten. Of de hele rekening gewoon betalen. En proberen om daarna Lily uit te horen. Why do you do this? Why? Okay, come on, my I will pay, but you come with me outside? Yeah. Okay. I talk to you. Yeah, okay.